Zo. Tweede dag. Nee, derde dag. Camping is in ieder geval een aanradertje. Het eten ook. Het is 9:50. Lekker relaxed, zullen we zeggen. Best een mooi hond. Ik weet even niet wat voor merk dat is. Voor de... Maar daar ga je dus voor, hè? Voor dat uitzicht. Dus dat snap ik dan wel. Kijk, ik kan hier gewoon stil blijven staan, want het is hartstikke vroeg nog in de ochtend. Oh, je ziet het hier nog een keer. We rijden nu naar het schone Villeneuve. Dus dat denk ik dat het schoon is. Ik ga even kijken of er hier een beetje bakketje zoiets is. Is hier wel een post? Is hier wel een parking? En dan ben ik met een buntmuts. Dat lijkt me beter. Nou, groot succes. Mijn Frans is tegenwoordig zo goed dat ik niet meer het verschil weet tussen een geslager en een bakker. Dus ik kan het niet meer tellen. En het verschil tussen slager en bakker is ook al flip. Het is hier achter wel. Daarachter. Wel erg leuk. Kijk, ze straks even de rekening. Als dat mag. Het ziet er wel heel gezellig uit. Maar het was een beetje druk met Fransen, dus ik had geen zin om er tussen te zitten. Typisch ik weer. Volgens mij is mijn navigatie nog een beetje in de war. Maar dat zien we zelf. Ja, het lijkt me toch niet dat het de bedoeling is dat je erin rijdt. Dus doen we dat ook maar niet. Yeah.
Ja, het ene stadje na het andere stadje wisselt zich nu af. En zoals je ziet, of net even kunnen zien, want nu zit er een huis voor. Houden ze hier wel van een kerkje? Ja, dit lijkt toch ook weer een soort van vestingmuur. Fabia met die deuk naar voren eraan, voordat er nog een deuk bij komt. Er zitten allemaal restaurantjes en het ruikt hier lekker. Niet te geloven, joh. Zo, je stort hier een soort van een dorp in. We zitten redelijk op weg naar Carcassonne, dus ik heb even mijn route een beetje aan zitten passen. Ik kwam er halverwege de route, de originele route, achter dat ik vergeten was tunnelwegen uit te zetten. Dus ik had wat slingerwegen uitgezet en ook een stuk van, ik denk, nou, laat maar zitten, we zien het wel. En ik zag in de navigatie dat hij dus op een gegeven moment over de tolweg ging, omdat het sneller was. Maar ja,
sneller is natuurlijk niet zo'n heel groot issue. Want ik heb vandaag tijd zat. Dus toen heb ik ergens bij een rotonde eventjes, ben ik even stil gaan staan, heb ik even gewoon Carcassonne ingetikt als navigatiebestemming. Maar toen was ik dus wel de locatie van de camping kwijt. Dus dat is dan weer een heel gedoe. Dus de oplettende kijker ziet dat ik nu niet navigeer met TomTom, maar gewoon plat met Google Maps. En ik had op het adres wel overigens kunnen gaan zitten tikken, maar ja, dan kan ik gewoon prik navigeer naartoe. Dan heb ik nog een beetje gekozen uit een toeristische route er naartoe. Dus ik rij ook nog een beetje om met meer bochten. Dat leuk is. De snelste route was 44 minuten en de bochtige route was 50 minuten en 6 kilometer ongeveer volgens Google Maps dan. Wat wel typisch is dat zowat elk stadje hier wel een soort van burcht heeft met een panorama. Hups. Je zou bijna zeggen, ik stop hier even. Laat je vooral niet tegenhouden, zou ik zeggen. Ja? Gaaf. Ja, nou wordt op gang natuurlijk. Want ik sta wel een beetje in de kou geparkeerd. Dus daar is een burcht. Boven is een burcht. Kijk, hier hoef je dus geen 1000 voor te nemen. Voor het geval je denkt van ik moet hier een 1000 voor hebben. Echt die vanaf 2017, 6,5 is die tokkel hier gewoon omhoog. Die hebben daar geen enkele problemen mee. Stilgestaan hier zo. Leuke situatie. De straatjes zijn hier een beetje smal. Dus hier kwam ik net een camper tegen die had eigenlijk voorrang. Ja, ik dacht dat hij gewoon geparkeerd stond.